De Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, SGES, is bezorgd over een 10 verdiepingen tellende parkeergarage. Dat momenteel gebouwd wordt naast het Spanhoek Hotel en tegenover het Joch Hospitality Hotel in de Domineestraat. In een Facebook-post wijst SGES erop dat het ministerie van Openbare Werken de bouw heeft stilgelegd. Desondanks gaan de werkzaamheden door zonder de benodigde vergunningen. De parkeergarage zal een negatieve visuele impact hebben op de UNESCO Werelderfgoedsite van de historische binnenstad van Paramaribo, volgens een technische beoordeling van het Werelderfgoedcentrum ICOMOS. ICOMOS adviseert om de hoogte van het project met 2 tot 3 verdiepingen te verminderen, om de impact te minimaliseren. Deze bouwplannen contrasteren sterk met het doel van het PUR-programma om de werelderfgoedstatus van de binnenstad te behouden. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft afgelopen weekend een scan uitgevoerd in het Krimbirti-project in Yarikaba, Saramaka. Ze onderzochten afvalbeheer en vonden grof vuil op percelen dat moet worden opgeruimd. Het ministerie wil de gemeenschap trainen in effectief afvalbeheer en hoopt dat dit project anderen inspireert om bij te dragen aan een schonere omgeving. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport herstart het badgesproject voor traditionele gezagsdragers in het binnenland van Suriname. Het initiatief, uitgevoerd door het directoraat Duurzame Ontwikkeling voor Afro-Surinamers Binnenland, begon op 1 april in district Sipaliwini. Het doel is om de zichtbaarheid van traditioneel gezag te vergroten door nieuwe identificatiepassen uit te geven aan gezagdragers met een officiële beschikking. Dit benadrukt het engagement van het ministerie voor duurzame ontwikkeling van traditioneel leiderschap.